Een vlog. Privé. Vanuit mijn eigen schuur. Ik heb hier een hele mooie Golf 2 staan. En nu is het zo, deze Golf 2 komt voor in een vlog van mijn werkgever. En dan zul je wel denken van, hey, repareer je nou auto's van klanten? Nee, dat doe ik niet. Ga ik ook niet doen. Maar dit is een mooi speciaal geval waarom ik heb afgesproken met haar. Jij haalt het onderdeel en ik zet hem erin. En dan zijn we eigenlijk klaar. En dan kan ik er een mooie vlog van maken. Een beetje uitleggen hoe dit werkt nog. Ondanks dat het een oude auto is. Best modern. Wel carburateur. Elektronische carburateur. En het probleem wat er natuurlijk in zit. Dus ja. Laat ik jullie zien in deze video. Blijf kijken. Volkswagen Golf. Type 2. 1600. Met de befaamde 2E carburateur. 2 Eduard. Eduard niet te vergissen met de 2E2 carburateur. Zit vol met elektronische onderdelen. Dat was nog niet eens het probleem bij deze auto. Maar geloof het of niet, hij is van 1990. Hij heeft 120.000 kilometer gelopen. Heel weinig. Het probleem was, zoals je in de vlog kon zien, de halgever. De halgever is dus eigenlijk een toerental element. Hij meet dus het toerental van de motor. Dat geeft hij door aan de ontstekingsmodule. En van de ontstekingsmodule gaat er ook een signaaltje naar de eenheid, de regeleenheid die de carburateur aanstuurt. En dat heeft hij dus nodig om te draaien. Zonder dat toerental sensor heb je geen vonk. Mechanisch gezien zou die kunnen lopen, omdat hij wel benzine krijgt. Alleen er zit ook een afsluiter op bij deze auto. En op het moment dat je het gas loslaat, stopt hij met benzine toevoer. Dit was echt de laatste stuiptrekking van een fabrikant om hem toch nog door de emissie-eisen heen te krijgen. Voordat je de, meestal bij Volkswagen, de Bosch Motronic, Bosch J-tronic inspuit eenheid had. Dat was een, dat noemden wij douchekop-injectie. En ja, nu is het zo, de auto heeft het gedaan, alleen toen ze worden brengen deed hij het al niet meer. Nou ja, goed, we hebben hem hier naartoe gebracht, hier ingesleept even. En ik meet al, net al dat, zo nu en dan valt het signaal ook weg, slecht signaal. Komt niet goed aan Mazda, dan wel, dan geen vonk. Hij ploft een keer met starten. En ik ga dus nu de verdeler eruit halen om die halgever te vervangen. Dus, lange reden, korte zinnen, zeggen ze in Duitsland. Nou ga ik eens wat doen. Stap 1, motor op tijd zetten. Ik haal de distributiekap eraf. En eigenlijk deze even haal ik even twee los, twee boutjes. Die kan ik even los, twee moertjes, stil. Zo. Zo, die ene kant, mooi. En dan moet ik op zoek naar het puntje op de achterkant van de tandwiel. Er staat een puntje op en dan kun je zien namelijk dat hij op BDP staat, bovenste dode punt van cilinder 1 en cilinder 4 trouwens. Alleen cilinder 1 heeft dan zijn compressie, zijn arbeidsslag. En de verdeler, dus de rotor moet op een bepaalde positie staan. Laat ik zien. Ik moet nou net zo ver draaien tot het streepje op de nokkenas gelijk staat met het kleppendeksel. En de rotor ongeveer in die positie staat. Zeg maar zo'n beetje 1 uur. Dan moet die aardig goed staan. Hier staat een heel klein, kleine inkeping staat daar. Of staat daar, die zit daar, inkeping. En die staat gelijk met het kleppendeksel hier zo, dat is goed. En de motor staat op BDP. Bovenste door de punt, dat is misschien heel slecht te zien nou. Echt heel slecht. Er staat namelijk een pijltje op de kap. En een heel kleine inkeping zie je hier op in het in de krukaspoelie. En die staat nou die staat goed. En zoals ik zei, kijk eens, hij staat ongeveer op 1 uur. Dus dat is de basispositie waar hij moet staan.
Yes! Kijk eens. Daar is die. De oude stroomverdeler. Oude stroomverdeler. Moet kijken naar de speling. Niet normaal. Echt. Ja, dekseltje vast. Maar als je deze draait, hoor je ook gewoon dat die overal tegen aankomt. Hoe komt dat nou? Dit lager ligt eruit. Deze as hier zit en ook de rotor hier wat je ziet, het is allemaal zo gaar. Geef niet, het is de garantie is er vanaf. Nou, wat heb ik gedaan? Deze is trouwens van het merk, deze oude is van het merk Valeo. Made in France. Volkswagen gebruikte in die jaren heel vaak verschillende stroomverdeelers, verschillende merken onderdelen. Valeo, Bosch, mijn naam staat erop. En ik heb hier eentje opgehaald van de autodemontage. Veel Matthijs niks. In de Westeraar niks autodemontage. En dit is een Bosch. Geen speling, draait mooi soepel. En nou staat de as stil en dit draait of andersom. Wat ik wel doe, ik heb een nieuwe haalgever, grondplaat. Die ga ik wel vervangen. Want ja, het moet niet zo zijn dat die oude erin zit van god maar weet hoe oud die is. En dat hij dan straks weer ermee stopt. Dat is natuurlijk ook jammer. En ik heb al het halfvenstertje weggehaald. En er zit een heel klein pinnetje voor de centrering. Ja, ik laat hem niet vallen, maar voor de centrering dat hij dus goed staat. Dan moet er straks weer in. En nog een borgpinnetje los, dit losdraaien. En dan moet hij eruit kunnen. Je gaat het zien. Daar is die. Oude haalgeverplaat. Haalgever met aansluiting. Als vervanger deze, die gaat erin. Mooi speringsvrij, keurig. Hier zie je binnenin zie je trouwens de centrifugaalvervroeging. Dat wil zeggen, op het moment dat de boel harder gaat draaien, dan gaat hij vervroegen. Dan moet hij eerder namelijk ontsteken, anders kan hij het niet bijbenen. Dat is op zich een heel mooi systeem. Heel simpel, ja, ouderwets, hè, van vroeger zeg maar. Je ziet die gewichtjes, die gaan dus naar buiten. Op het moment dat je toerental omhoog gaat. Er zit ook nog een vacuümvervroeging op, daar is dat potje van, wat hier ligt. Die zorgt er dus voor dat op het moment dat je dus in één keer gas geeft, dat hij ook nog wat vervroegd wordt. Dat het allemaal een beetje, ja, dat hij snel oppakt. Moet allemaal goed werken natuurlijk. Ik ga die nieuwe haalgeverplaat erin zetten en dan gaan we weer verder. Het vacuümdoosje moet er nou aan. Dan moet dus dit gaatje, dat moet in het... Ja, dat moet zeg maar hierin vallen, wat je daar ziet zo. Zeg maar hier zo, maar dan andersom. Dat is even een beetje vissen. De vacuümvervroeging. Doe er even een slangetje op. En ik zuig even. En je ziet hem verplaatsen als ik er aan zuig. Dus die werkt. Bam. En nu komt het. Even een klein beetje vet eraan. Want dan moet een heel klein pinnetje moet erin. Maak dat ding nog laden eigenlijk. Die ligt hier. Hij ligt hier. Dit kleine pinnetje op mijn vinger, die moet er nou in. Die ligt namelijk hier in een gleufje. Zo, blijf liggen jij. Ja, daar heb ik met een klein beetje vet vastgezet. En dat komt overeen met dit gleufje hier zo. Een heel klein gleufje zit erin, daar, als je goed kunt zien. En dan moet hij dus, dan zet ik hem even na mij toe, dan kan ik het zelf iets beter zien. En dan moet ik hem eigenlijk gewoon in lijn erop, ja, om maar netjes te zeggen, erop rammen. Pak even een dopje. Die past er mooi overheen. Hamertje. Hij zit er al aan. Ja, hij zit erin. Perfect. Gelukt! Dat heeft namelijk te maken met de timing. He, je kunt je voorstellen, als dit ding los zit, dan klopt de timing niet meer.
Straks ga ik laten zien met behulp van een oscilloscoop zelfs hoe het signaal eruit ziet. Heel interessant om te zien, vind ik zelf. Hier nog een ring op, de tweede ring. Met een tang. Die tang is wel 30 jaar oud, denk ik. Maar die werkt nog steeds grandioos. Mis van onderdelen van die tang. Als het maar werkt. Zo. Hij zit in elkaar. Ik heb voor nood even, want ik heb alleen maar een verdelenkap. En die ontstoringskap die gaat er vanaf bij deze auto. Dat is echt, dat is waardeloos. Dan heb je meer storing door. Dit noemen ze een ontstoringskap, dit zwarte. Maar je hebt er meer problemen mee dan dat je er voordeel van hebt. En ik heb hier een rotortje. Die is afgezaagd. Maar die kan ik voor nood even gebruiken. Als die goed draait, haal ik even een nieuwe verdelenkap rotor. Absoluut, maar dat is wel nodig. Want dit is niet meer bepaald in topconditie. Goed. En door. Hoe werkt zo'n verdelenkap nou eigenlijk? En een rotortje, voor de mensen die het niet kennen. Stroom komt eigenlijk hier binnen. En die wordt dus verdeeld over deze vier punten. Hoe doet hij dat? Is het een rotortje? De naam zegt al, hij draait rond. Hij draait dus rond. Hier komt de stroom binnen. En die gaat hier naartoe, via dit koopbaantje. Gaat hij dus mooi zo hier binnenin. Gaat hij rond. Hier zit ook een koolstiftje binnen waar er binnenin valt. Die houdt hem wel even op de plek. Het is puur even om te proberen. Ik ga hem nu monteren in de auto. Zo, die zit erin. Nu even de beugel waar hij mee vast zit. Nou, de verdelenkap zit een uitsparing in, past maar op één manier. Als het goed is, ja, daar zit hij daar. Dan, oh, kijk, één manier, daar zit hij op, die klik ik daar vast. En met een snelsluiting daar vast. Cilinder 1, hij heeft de ontstekingsvolgorde van 1, 3, 4, 2. En ik durf hem er zo af te halen. Deze moet in de midden zo. De bobine. En dan pakken we de langste is 1. Dat zal deze zijn geweest, dat is de langste. Dit is de langste. Dit is de langste. 1 zit namelijk hier. Ik kan het bij deze motor altijd perfect onthouden. 3, dat is een losse kabel ergens. Die ligt hier volgens mij niet. 1, 3, 4, 2. Hier ligt die. 1. Dan krijg je 3. Kijk eens. 4. En voilà, nummer 2. Nummer 2. Kijk eens, de originele stekker. De originele kabelgeleidertje zit er allemaal nog aan. Man, 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 wat een mooie auto. Wat een mooie dag. En theoretisch gezien moet je het doen. Gaan we eens even proberen. In één keer, heel mooi. Laat hem even wachten. Je kunt heel mooi zien hoe de ontsteking staat globaal. Staat die globaal goed? Ja of nee? Als ik een beetje gas geef nu. Gaat die best wel redelijk mooi op. Als ik de ontsteking nog een beetje verdraai. En ik geef dan gas. Dan wil die niet echt oppakken. Hij moet maar vroeger staan. Het mooiste is stationair toertuig er eventjes zelf bij. Ontsteking afstellen. Ga ik nu doen. Je ziet nu, ja, wat draait. Het is moeilijk om te zien zo, maar je ziet nu wat draait. Ik ga het inzoomen. Ja, daar komt ie. Kijk eens. De pijl zie je heel mooi nu draaien. Dan zie je een pijl en je ziet erachter wat draait. Dan zal ik de lamp er eens even op zetten. Alleen de frequentie is van de lamp, denk ik, en het filmen is te gek nou. Je ziet nou namelijk geen niks voorbij komen wat oplicht. Ik heb het ontstekingstijdstip heb ik namelijk zelf even die 18 graden markering wat ik moet heb ik even afgetekend. Ik zet hem even goed en dan kijken we nog een keer. Wat ik dus doe, ik zet hem aan en trouwens net zo'n discoland dit, hè. Woe! Zo'n discobol erbij hebben.
We kijken in het gat wat ik afgetekend heb en nu verdraaien te verdelen. Je hoort op de motor, hoor je gewoon anders draaien. Nu heb ik hem precies op de juiste markering staan. En dat is 18 graden voor BDP met aangesloten vacuüm. Want er zit verschil in, als ik namelijk nu meet en ik kijk weer zonder vacuüm, hoort de motor ook anders lopen. En met vacuüm zit verschil in. Nu is het tijd voor het leuke werk. Hè? Het sleutelen zit erop, is natuurlijk ook leuk. Maar ik heb hier namelijk zelf, ben ik best wel trots op, een hele mooie GMTO-labscoop. Echt een mooie automotive scope. Zelf ooit aangeschaft, puur voor de hobby eigenlijk. Kan helemaal niet uit, maar dat maakt niet uit. Mijn laptop erbij. En de scoopgedeelte, het scoopgedeelte zit hieronder. Hè? Je hebt een vierkanaal scope deze. De 5004 voor de mensen die er bekend mee zijn. En nu ga ik even het signaal van de haalgever laten zien. Nou, ik kies dan mijn motorsystemen, een sensoren. En hier staat ook hoe het moet aansluiten, dat weet ik wel, op de signaaldraad en de massa. Ik laat jullie dat even zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat er voor mooi signaal uitkomt. Bedrading heb ik aangesloten. Nu heb je informatie en meetvoorwaarden. Klik hier om de scope te openen. Nou, eens even kijken of hij het doet. Kijk, nu heb je, hier krijg je een voorbeeld van hoe het signaal eruit moet zien. Ik start eigenlijk met, even kijken. Ja, nu start. Je ziet niks, dat klopt, motor draait niet, staat. Ik zet hem eerst eens even op contact. Wat je nu ziet, 12 volt, signaal, motor draait niet, het rotortje staat waarschijnlijk net verdraaid. Nou start ik hem even. Kijk eens, supermooi. Hij schakelt, hier, hij schakelt naar 0 volt, dit is eigenlijk zijn signaal. Elke keer die 0 volt is het signaal, is het toerental. Als ik nou een keer gas geef, dan zie je dus dat er meer signalen in dezelfde tijdseenheid zitten. Nou, misschien heb je de term vast wel eens gehoord, een lampdaarzonder. Het is eigenlijk een sensor. Het zit in de uitlaat. Het enige wat die sensor doet, hij meet het verschil in de hoeveelheid lucht. Nee, sterker nog, hoeveelheid zuurstof die in de buitenlucht zit om ons heen en in de uitlaat. Als je een perfecte verbranding hebt, heb je eigenlijk geen zuurstof over. Nu is het zo, de sensor wat hier gemonteerd zit, heel simpel, één draadsensor. Hij heeft geen, zoals ze willen zeggen, lambda zonder verwarming, maar gewoon een simpel draadje. Nou, dat draadje zit dus in die auto en ik heb er even een kabeltje op aangesloten. Een meetkabeltje op mijn scope. Hij zit hier, ik wil naar achteren naar spruitstuk. En als je daar nou het signaal van wilt zien, het signaal van de lambdazonde zelf, dat zie je hier. En wat wel grappig is, het is een hele trage, super trage lambdazonde. Even kijken de schitteringheidbeeld. Ja, hele trage lambdazonde. En als je gas geeft, gaat hij naar rijden, naar 1 volt. Dan zie je hier echt de piek, je kunt gewoon zelf zien, er tussendoor gas geven. En nu gaat hij weer regelen. Hoe regelt hij dat nou, deze auto? Want dit is een auto met carburateur. Hoe regelt hij nou dat hij meer of minder benzine krijgt? En eigenlijk is het te simpel voor woorden. Er zit een showklep op, als de motor koud is gaat hij dicht. Die showklep staat ook, dat hoor je ook als je deze motor op contact zet. Die staat heel licht te trillen, om een geluidje te geven. En die showklep, die zit dus hier bovenop. Als ik hem wat dicht doe, dan stopt hij er zelfs mee, zie je dat. En het moment dat ik hem dicht doe, kijk, dan hoor je hem weer ratelen. Ik sta hem even weer opnieuw. Op dit moment draait hij dus weer met een showklep regeltje. Nu is het zo, als ik hem ga foppen, als ik zeg, je draait te rijk, dan gaat zelfs de showklep verder openstaan. Maar het is een heel klein bereik, puur een lochstroming wat hij voor de gek houdt. En dan regelt hij met die dikke actuator wat hier zit. Trouwens, dit hoort zo.
Hij zit er heel los op, lijkt wel, maar hij zit er een rubber afdichting zitten. Een beetje trillingsvrij gemonteerd. Die rubbers gaan er nog wel eens stuk. De lambda zonde geeft bij een arm mengsel een lage waarde af, laag voltage. Arm betekent weinig brandstof, veel lucht. En een arm moet je denken aan 0,2, 0,3 volt. Een rijk mengsel 0,9 volt. Meestal pendelt hij ook zo'n beetje armrijk tussen de 0,9 en 0,5 volt zoals deze dat doet. Wat ik nou doe, ik heb een spanningzoeker, die leg ik even, gewoon een lampje, die leg ik even aan de min. Nee, sorry, aan de plus. Lampje brandt als het goed is. Ja, lampje brandt. Ja. Wat ik nu ga doen, ik laat hem denken, die hou ik tegen die lampen zonder signaaldraad. Dan denkt hij dat het mengsel rijk is en dan gaat hij terugregelen. En dat moet je misschien zelfs in de motorloop kunnen horen, ja. Of je kunt het zien aan de showclap. Ik ga filmen op de showclap, gaan we het zien. Oké, spanningzoeker. Tegen de lampen zonder. Steeds verder over. Hij denkt dat de motor veel te arm loopt. Sorry, veel te rijk. Je geeft hem steeds meer lucht. De showclap staat nu zo ver over dat de motor bijna afslaat. Fantastisch. Nou, doe het nog een keer. En de radar gaan draaien. Ik denk namelijk door de meting dat de motor heel rijk loopt. Nou, hij loopt wel heel arm veel. Moet je zien. Ja, nou doe ik het gauw andersom. Nou laat ik hem denken dat de motor heel arm loopt. Dan gooi die showclap weer langzaam dicht. De motor doet het wel hard omhoog. We beginnen al bijna te ruiken hier binnen. Zo, dan haal ik de kabel er weer vanaf. Echt 1990 met lapdaanregeling. Het was toch nog een auto goedgekeurd voor de E2-norm. En kun je wel zien, met een beetje kunst en vliegwerk kregen ze het toch voor elkaar. Ik vind het knap trouwens na 30 jaar. Die lambda-zonde werkt nog steeds. In ieder geval de regeling, lambda-zonde zelf ook. Kunnen we nogmaals hier mooi zien. Hier zien we hem, nou is hij weer mooi zijn regelbereik. Kijk, ongeveer 0,9 volt en minimaal 0,5 zo'n beetje. Het hakert in, het doet een beetje in de jaren. Heel mooi regelt hij zijn luchtbrandstofverhouding. Op de achtergrond doet de lab daar zonder mooi mee. Ja, keurig. Goed. Voor sommigen abracadabra en voor anderen wat duidelijker. Ik heb het in ieder geval een beetje proberen uit te leggen. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie mij weer volgen. Meer dan 350 volgers, jongens. Waarom? Hoe kan dat? He? Onvoorstelbaar. Ja, veel dankzij natuurlijk het kanaal van mijn werkgever. Ik wil jullie toch bedanken dat jullie willen kijken. In ieder geval, jullie het leuk vinden, hoor ik. En like. Geef maar comments als je vragen hebt. Ik probeer ze zoveel mogelijk te beantwoorden. En tot de volgende keer. Tot ziens.